Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van een gloednieuwe blazer. En ik heb het dan over de nieuwe series, namelijk de Nerf Elite 2.0 series. En dit is de Turbine CS18. Nou goed, dit is de blazer waar ik het meeste zin in had. Ik was heel erg benieuwd naar deze blazer, omdat die blijkbaar dus full auto is. En ja, daar ben ik altijd gewoon een fan van, want dat is gewoon satisfying. Weet je, het moet volgens mij een beetje rapid strike-achtig zal het waarschijnlijk zijn. En ja, dit is de gloednieuwe series, Elite 2.0. Toen ik het voor het eerst over hoorde, vond ik het niet zoveel bijzonders. Ik dacht echt van, waarom een 2.0? Noem het gewoon nog steeds Elite, weet je wel, of maak een gloednieuwe series. Want als ik eerlijk moet zijn, als ik naar deze blaster kijk, denk ik niet van, oh, dit is Elite, dit is echt Elite, weet je wel. Ik denk meer van, dit is meer Alien Menace, weet je wel, die oude series, die Toys R Us exclusive dingen. Weet je wel, daar denk ik meer aan, maar op zich, hij ziet er sick uit en ik ben heel benieuwd. Het is ook een van de, ja, blasters die een 18 magazijn heeft. Dat is al een tijdje geleden dat we een echte 18 magazijn hebben gezien. En hij komt met 36 darts. Dat is behoorlijk wat. Dat zijn 2x18 uit. Dat heb ik lang niet gezien. En een beetje het ding is, ik hoop niet dat de normale Elite helemaal wegvraagt nu. En dat we een Elite 2.0 hebben gekregen. Want ja, ik vind het dan best jammer. Ja. En ik heb voor de rest ook een hele hoop andere 2.0 Elite. Zo. Nerf Elite 2.0 blasters besteld. Ik heb ze allemaal bij Amazon vandaan. De andere moeten nog aankomen, maar ik heb ze. Ik moet er nog drie. En dat is volgens mij de Commando en nog twee andere blasters. Maar ik heb de meeste heb ik bij Amazon vandaan. Deze ook. Ik heb deze voor €59,99 volgens mij bij Amazon vandaan. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, waardoor je gelijk bij deze blaster komt. Ja, voor de rest zijn ze ook bij nerfpeltjes.nl, maar daar zijn ze nog steeds niet echt in de schappen. Ze zijn uitverkocht, staat er. Maar ja, het zal wel goed zijn. Maar laten we nu gewoon even naar de doos kijken. Ik heb al te lang gepraat. Let's go. Goed, zoals je ziet, het is een open doos, dus je kan de blaster wel beschadigen helaas. En je ziet hier voor de rest een magazijn, je ziet hier de darts en zo. Hier staat groot Nerf en dat is een beetje in dat nieuwe, ja, blauw. Witte logo van Nerf. Motorized Rapid Fire Blaster. Die ziet hij 8+. Hij heeft 4 C-batterijen nodig. Dat zijn deze batterijen. Die zijn net iets kleiner dan de D-batterijen. 36 darts. En hij komt zowel met oranje darts als beetje blauw. Beetje dit blauw darts. En dat vind ik best apart. Maar oké. Hier staat nog Nerf Elite 2.0 Turbine CS18. Hasbro, en hij zou zo, ja, zoals die hier staat, 27 meter ver schieten. En aan de achterkant zie je nog een best coole kijk naar deze blaster, als je zo kijkt. Ziet er echt wel heel gaaf uit, hoe ze dit hebben gedaan. Dus daar ben ik wel een groot fan van, hoe de doos hier aan de achterkant eruit ziet. Maar ja, voor de rest geen aanbeveling of zo over andere blasters. Dus laten we deze blaster maar eruit gaan halen, let's go. Goed, in de doos krijg je, ja, een hele hoop darts dus. Je krijgt 36 darts. Je krijgt je instructies, beschrijving, dingetje en waarschuwings. Je krijgt voor de rest nog deze 18 magazijn met dit dingetje aan de onderkant. Dus ja, ziet er wel leuk uit. En je krijgt de blaster natuurlijk. Nou, de blaster werkt natuurlijk voor de rest op batterijen. En zo te zien zit hij hier zo. En ja, dat is een beetje standaard. Dat is niet zo moeilijk meer te herkennen als je al een tijdje nerft. En dan zie je dat soort dingen, dan weet je gewoon waar die batterijdingen wel een beetje zouden moeten zitten. De kleine schroeven draaien, natuurlijk. Dus ja, die schroef je gewoon open. Met een schroevendraaier. Dan zou die er zo uit moeten gaan, maar blijkbaar moet ik nog verder draaien. Je moet hem wel een beetje eruit drukken. Nou, dat kan. Dat is niet zo erg. Nou, ik heb hier Duracell batteries. Die worden aangeraden ook. Ik bedoel dat Nerf daar volgens mij een beetje een dealtje mee heeft. Zo. En dan kan die erop. En dan kan die weer dicht worden geschroefd. Zo.
Oké dan. En als het goed is moet de blaster dan nu gewoon werken. En ja, ik ga deze blaster een beetje uitproberen en ja, ik zie jullie zo meteen weer terug. Goed, de Turbine CS-18. Nou, deze blaster is best tof. Hij schiet wel leuk en hij voelt gewoon comfortabel aan. Ook was hij wel een beetje aan de kleine kant, maar ja, op zich wel sick. Maar deze blaster heeft ook wel een beetje zijn probleem dingetje. Maar laten we maar gewoon even kijken. Goed, deze blaster is vol met tacticals, kan ik je sowieso zeggen. Dus ja, je hebt een barrel point waar je gewoon een barrel op kan doen waar je het ook wilt. En ja, die werken gewoon perfect en ja, daar heb ik geen probleem mee. Op zich wel met retaliated barrels. Daar wankelt hij wel een beetje mee. Maar ja, op zich, ja, ik zou gewoon iets van een Spectre Barrel of iets van de Special Ops Kit van de Modular Series. Die werken er echt gewoon top op. Die bewegen voor geen meter. Maar die hebben ook niet zeg maar zo'n puntje die je in moet. Er zit voor de rest wel een punt op. Maar ja, met Retaliator Barrels zijn nog wel, natuurlijk wel wat langer. Dus die kunnen soms wel een beetje wiebelen. Je hebt voor de rest ook nog een beetje een soort van side lopen. Ik weet niet of jullie dat zo een beetje kunnen zien. Maar misschien zo beter. Maar die heb je er zitten. Je hebt voor de rest nog Tactical Rail. Hier ook een Tactical Rail. En dan hierboven nog een Tactical Rail. En hieronder een Tactical Rail. Hier heb je ook gelijk een beetje de grip. Nou, de grip is voor de rest comfortabel. Het ziet er wel uit alsof die los kan of zo. Maar ik heb voor de rest geen manier gevonden of dat kan. Maar ja, dat is een mogelijkheid. Voor de rest heb je de access door. Nou, de access door is goedkoop slappe plastic. En je rukt het er ook zo vanaf. Ik weet niet wat de hel Nerf aan het denken was. Maar ja, je rukt het er zo vanaf. Maar de blaster werkt wel zonder access door. En dat is nieuw. Dat is heel nieuw. Dat is op zich wel goed iets voor modders. Dan hoeven ze niet de hele access door, zeg maar. Die kun je er gewoon makkelijk afrukken. Ja, mocht je gewoon dat willen. En ja, het is een groot ruim access door gedeelte. Dus je kan best wel makkelijk ja, je vinger erin duwen. Mocht een dart vastzitten of wat dan ook. En ja, voor de rest de access door klik je best makkelijk zo weer terug in. Ja. Voor de rest staat hier nog Elite 2.0 en hier zie je nog Nerf staan. En ja, hiervoor nog de Turbine trouwens. Voor de rest heb je een magazijn. En hier heb je de magazijn release en de trigger. En de rev trigger. Nou, alle drie de triggers voelen comfortabel aan en alles. Alleen één trigger is echt walgelijk. Gewoon. En dat is de trigger die eigenlijk wel een van de ja, comfortabelste eigenlijk moet zijn. Aangezien je die behoorlijk wat gaat gebruiken. En dat is niet de normale trigger, dat is niet de rev trigger. Nee, het is de reload trigger. Ja, om je magazijn dus los te maken. Je hebt echt twee handen nodig, wil je deze magazijn losmaken. Want anders breek je vinger dadelijk nog, denk ik. Normale ja, blasters die zeg maar een magazine release trigger erop hebben zitten in de, ja, waar de normale trigger ook zit. Ja, die zijn vrij licht en ja, die maak je zo los. Zo bijvoorbeeld ook. Je hebt bijvoorbeeld dus ook met ja, de Hyperfire. Wat eigenlijk een beetje. Ja, de Turbine lijkt het meest op de Hyperfire qua snelheid met schieten. Ja, je hebt hier dus ook een dingetje natuurlijk. En deze, zoals je ziet, ja, je hebt hier ook een trigger dus om de magazijn los te maken. En die gaat heel licht. Die klik ik zo in. En ja, zo trek je ook heel makkelijk snel je magazijn eruit. Wat natuurlijk wel moet. Je moet je magazijn snel eruit kunnen trekken en weer er nog eentje in douwen. Om weer verder te schieten en op je, ja, je targets, enemies en alles te schieten. Met de Turbine gaat dat niet echt lukken. De Turbine heeft namelijk een hele zware, strakke trigger. En met één vinger, ik krijg echt al pijn van... Ik heb het zo vaak geprobeerd, maar het lukt niet. Als ik nu dit zo probeer, weet je wel dat je... Het lukt gewoon echt niet. Dus ja, wat ik meestal eigenlijk tot nu toe heb gedaan... In dat uurtje dat ik ermee heb geschoten... ik gebruik gewoon mijn duim. En die druk ik dan in en dan... ja. Zo doe ik het dus, ja. Dat is niet echt de manier hoe het hoort. Deze trigger had veel soepeler moeten zijn. En dit doet gewoon pijn, man. Ik heb gewoon... Kijk, er zitten zelfs deuken in mijn vinger. Kijk dat dan. Puur omdat ik die trigger dus in wil drukken. Maar ja, ik krijg hem er niet ingedrukt. En dat is gewoon echt heel vervelend. Maar ja, voor de rest de grip. De grip is ja, comfortabel. Is gewoon een normale grootte. Geen problemen mee. Ja, je hebt hier natuurlijk wel dat, ja, die stak die een beetje ja, een heel klein hoekje heeft. En daardoor... Ram je een beetje met je arm af en toe in de stak. Maar ja, als je de stak gewoon gebruikt, zeg maar. En niet gewoon zo schiet, dan ja, zit het niet zo heel erg in de weg. Ik gebruik hem meestal gewoon met de stak. Puur omdat ik dat gewoon fijner vind. In plaats van dat ik zo moet, dan heb ik minder stabiliteit erin zitten. Maar ja, voor de rest, stak is ook comfortabel. En natuurlijk heb je hier nog de batterij door waar je de 4C batterij in houdt.
Ja, voor de rest is er geen problemen mee. Ja, Rev Trigger werkt gewoon goed. Trigger zelf is dik en glad en heel comfortabel. En ja, het is een volle adembladen, dus hij schiet best snel. Ja, ik weet niet. Hij schiet volgens mij wel een beetje even hard als de Hyperfire. Maar ja, volgens mij schiet hij echt tussen de Infinus en de Hyperfire in. Eigenlijk qua vorm en alles ziet hij de meeste een beetje uit als de Rapid Strike en zo. Maar natuurlijk weten we allemaal, de Rapid Strike schiet behoorlijk sloom. De Infinus schiet redelijk snel. Hij schiet sneller dan de Rapid Strike. Maar ook die schiet dan net, ja, hij schiet net iets slomer dan de Infinus, de Turbine. Turbine schiet echt wel volgens mij net echt heel klein beetje slomer als de Hyperfire. Ietsje slomer. Ik ga dat denk ik even een keertje zelf testen. Of ja, als jullie een test daarvan willen zien, welke voor alle blazen nou werkelijk waar het snelste schiet, laat me weten in de reacties. Dan maak ik daar wel misschien wel een video over. Maar goed, voor de rest met andere magazijnen, werkt de blaaster gewoon. Als je dus bijvoorbeeld de 5e round drum hebt, werkt die ook gewoon mee, werkt die perfect. Maar ook daar, je hebt gewoon, ja, de magazine release is gewoon echt shit. Om dat zo te zeggen, het is echt een hele slechte magazine release. Ik heb denk ik nog nooit zo'n slechte magazine release gezien. Het is echt heel slecht. Dus nerve als je dit ziet, doe er wat aan. Want jullie gaan een hele hoop kinderen pijn laten hebben. En een hele hoop kinderen zullen misschien wel een blaaster breken, omdat ze denken dat dat ding misschien niet helemaal werkt. Dus ja, voor de rest, magazijn. Dit is weer een 18 round magazijn. Geen problemen voor de rest, maar ja, het werkt helemaal top. En je hebt dit blauwe ding eronder. En die kan je ook, als je dat wilt, heel makkelijk eraf rukken. Ja, mocht je dat willen. Je kan hem voor de rest niet echt per se onder andere blazers doen. Maar ja, dat ziet er ook heel erg raar uit zonder dat ding erop. Maar ja, op zich, je ramt hem ook zo weer makkelijk op. Maar mocht je dat willen doen, dan kan dat. Ik zou niet weten waarom, maar het kan. Voor de rest, laten we gewoon lekker gaan schieten. Ik heb jullie alle informatie gegeven over deze blazer. Dus laat ik alleen maar nog even gaan schieten. Let's go! Oké, ik heb een magazijn gevuld van de Turbine met 18 darts. En ik heb hier dan nog 3 andere 18 magazines gevuld met Elite darts. En ook met de andere 2.0 nieuwe darts die, ja, oranje kleurachtig. Een beetje de ouderwetse kleur van de Handstrike. Dat vind ik op zich wel tof, dat ze een beetje de oude kleur weer hebben gebruikt. En hier zitten natuurlijk die andere, deze kleur darts in van de Nerf 2.0 dingen. Dus ik ben ook benieuwd of alle 2.0 blazers hiermee komen. Want dit is wel tof. Dat ze meerdere darts erbij doen. Dat wou ik ook nog even aan toevoegen. Super tof dat ze er meerdere darts bij doen. Dat is echt wel heel handig. Voor als je een hele hoop wars hebt of zo. Ook in huis en alles. Je raakt best snel darts kwijt. Of je nou in de meest lege kamer ooit doet. Je raakt altijd dingen kwijt. Je raakt altijd die darts kwijt. Of ze gaan kapot. Dus super tof dat ze meerdere darts erin duwen. Maar laten we nu gewoon lekker schieten. Ik doe gewoon 2 magazijns daar en 2 magazijns dat. Laten we gewoon schieten. Jullie weten het wel. Let's go. Jullie hebben hem zien schieten. Hij schiet gewoon oké. Het is een best leuke volhouden blaster. Hij maakt niet al te veel erbij. Geen jams of wat dan ook gehad. Dus super tof. Alles werkt gewoon. Het enige super negatieve is gewoon die magazine release. Ja, Nerf, wat dachten jullie? Dat dit anders is of zo? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Maar ja, weet je, het is een super chille blaster op zich. En het is op zich nog wel. Het is wel een wat duurdere, aan de duurdere kant. Maar ik heb hem zelf persoonlijk voor het goedkoopste gezien bij Amazon.nl. Dus ga zeker daar naartoe in het linkje in de beschrijving. Als jullie deze blazer willen kopen. En voor de rest
Daar heb ik hopelijk alle informatie gegeven die ik kan geven aan jullie. Hebben jullie nog meer vragen over deze blazer natuurlijk? Laat het weten in de reacties. En ik zal zo veel mogelijk mijn best doen om die te beantwoorden wanneer ik ook maar kan. En ja, geloof me jongens, ik zie al jullie reacties. Dus komt echt wel goed. Dus ja, mocht je meer vragen hebben over deze blazer, laat het weten in de reacties. En dan wil ik jullie super erg bedanken voor het kijken van deze video. En vergeet natuurlijk even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Later!